Vandaag is het Moederdag. En wat vindt Nijmegen eigenlijk van deze dag? En wat is nu het ideale cadeau voor mama? Mama, houdt de oren dicht. Wat heb je gemaakt? Een soort tekening. Moet je een handafdruk maken en daar omheen een streep trekken. Op het Food Truck Festival Rollen Nijmegen kan je volgens de organisatie proeven hoe het eiland Texel smaakt. Maar wat vinden de bezoekers er eigenlijk van? Ik vind het wel grappig dat je een televisieprogramma maakt met je mond vol continu. Ongelooflijk dit. Ik kon niet eens dat het ding was. Dat is echt perfect. Oh man, waarom is het niet elke dag zo? Welkom bij aflevering 52 van Wat zegt het volk? Here we go! Straks hebben we nog een blik op het nieuws uit de regio in ons weekoverzicht. Maar eerst gaat Peter even kijken wat we nu eigenlijk vinden van Moederdag. En wat kopen we zoal voor onze moeders? Een bosje bloemen, een doosje chocolade of misschien zelfs een etentje. Het is Moederdag en daarom worden alle moeders van Nederland vandaag in het zonnetje gezet. En wat geven we in Nijmegen zoal aan onze moeders? En wat vinden we eigenlijk van deze dag? Wij varen het op straat. Dat kost me geld. Oh ja, dat is waar. Dat mag. Ja, maar heb je niks met Moederdag dan? Ja, natuurlijk wel. Oh, ja? Jazeker. Wat heb je ermee dan? Ja, een hele mooie bos bloemen halen. Ja? Dan moet je nog gaan halen? Nee, is al lang gebeurd. Dat is al lang gebeurd. Ja, echt wel. Weet je lieve moeder? Hele lieve moeder. Ja? Of jullie aan het shoppen zijn toevallig voor Moederdag of ja, dat niet? Ja, een klein beetje. Ja, daar ging ik vanuit. Ja. Ja, hebben jullie iets met Moederdag of niet? Nou, niet heel erg, maar wel een beetje. Is er morgen niet een extra kusje of een bloemetje of iets? Nou, wel ontbijt om bed. Ga je dat zelf maken? Ja. En dan ook voor papa? Of? Ja, ook. Oh, kijk. Dat is een verrassing. En heb je op school niks gemaakt voor je moeder? Nee, dat niet. Daar ben je alweer te oud voor? Ja. Oké. Okay. Wat doet mijn moeder? Jij gaat werken, hè? Ik ga werken. Ik ben moeder en ik ga werken. Echt waar? Ja. Komen de kinderen dan niet thuis? Of wonen ze nog thuis? Mijn dochter die woont nog thuis. Ja. En die is morgenochtend thuis. Dus voordat ik ga werken. Misschien gaat er iets komen. Ik hoop het. Ja. Andere jaren wel? Ja, meestal wordt er wel iets moois voor me gemaakt. Ja. Well, heb je zelf iets met Moederdag? Niet heel veel. Nee. Mijn moeder deed er ook niet veel aan. Nee. Heb je iets van Moederdag gekocht toevallig? Ik zie cadeautjes aan je handen. Ja, dat klopt. Ja, wat vind je van Moederdag morgen? Ja, leuk. Ja? Ja, het liefst verwen ik mijn moeder natuurlijk elke dag als het kan. Maar, Vind je Moederdag niet een beetje commercieel? Of zeg je van het is gewoon leuk zo'n dagje extra? Nee, het is gewoon een leuk extra dagje. Mag ik vragen wat je gekocht hebt voor mama? Een parfum. Oké. Okay. Het geurtje waar ze van houdt of iets nieuws? Iets nieuws. Oké. Okay. Ga je mama morgen nog verwennen met Moederdag? Heb je op school iets moois gemaakt? Een tekening of zo? Ja. Dat mag mama natuurlijk helemaal niet weten, want mama zit ernaast. Hè? Mama, houdt de oren dicht. Wat heb je gemaakt? Een soort tekening. Moet je een handafdruk maken en daar omheen een streep trekken. Een soort hand aandruk. Maar dan bloemen en dan en we tekenden onszelf en we zeiden ook iets daar op de tekening. Dat is wel heel leuk. En wanneer ga je dat morgen vroeg geven bij het ontbijt? Ja, denk het wel. Oh, ja. Ga je nog iets vragen? Ja. Ga je niet een beetje laat dan? De winkels zijn bijna dicht. Hè? Ja. Ja, wat ga je kopen? Heb je een idee? Ik was eigenlijk vergeten. Was je het vergeten? Ja. Oh, maar goed dat je even erop aanspreekt dan, hè? Wat ga ik kopen? Ja, ik denk gewoon iets makkelijks. Iets van chocola of zo. Houdt ze van? Ja. Een geurtje of zo? Nee, gewoon iets van bonbons. Maar vind je het nodig, Moederdag, morgen? Vind je dat echt nodig? Of zeg je van, dat is helemaal niet nodig eigenlijk? Ja, nodig. Ja, is eigenlijk wel nodig. Ja? Ja. U wordt morgen wel mooi verrast, hoor ik. Wat? Hoor. U wordt morgen verrast. Oh ja? Ja. Oh, nou, fijn. Heeft u iets met Moederdag? Ja. Ja, ik vind het wel heel leuk, ja. Wel toch, hè? Zeker als ze klein zijn, toch? Zo. Ja, superleuk. En wat u gaat krijgen, ik vind het heel leuk, hoor. Helemaal zelf gedaan op school. Prachtig, toch? Ik ben benieuwd. Ja. Zijn jullie op zoek iets voor Moederdag toevallig? Of nee. Heeft er niks mee te maken? Nee, dat sowieso niet. Nee, echt niet. Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Nee, hoezo niet? Ja, maar ik ken mijn schoonmoeder niet. Dus ik krijg mooi niks. Nee. En eigen moeder? Die is dood. Overleden. Daar hoef je niks voor te halen. Maar je hebt sowieso helemaal niks nooit met Moederdag gehad? Nee, ik heb er niks mee met zulke dagen. Nee. Ze wordt van mij verwend als het zover is. En of het nou Moederdag is of niet.
Dus ik vind het goed zo. Plus dat het allemaal hartstikke duur wordt. Hè? Ja, dat is waar. Als je dat ziet wat zij net zei, dat bij de Albert Heijn nou goedkoopste tientjes, wat die normaal 1,95 kost, dan ben ik gauw klaar hoor. Wat vinden jullie van Moederdag? Is ze echt nodig? Nee. Eigenlijk niet. Maar toch doe je wel iets eraan. Ja, natuurlijk. Heeft ze toch verdiend? Toch, altijd. En uw vrouw morgen dan met iets verwennen of dat niet? Oh, die zeg ik goedemorgen. Die verwen ik het hele jaar. En ontbijt je op bed morgen extra of ook niet? Dat is mijn moeder niet. Nee? Nee, is je vrouw, daar ga ik vanuit eigenlijk. Dat doet mijn kleinzoon, gaat dat doen. Die komt er wel verwennen. Ja? Natuurlijk. Okay. Iedere dag krijgen ze wat leuks en wat lekkers. Ja, maar ja, het is toch een mooi moment waarom even wat aandacht aan elkaar te schenken. Zeker. En aangezien zijn moeder al in de 80 is, vind ik dat toch wel dat je daar ieder jaar bij stil moet staan. Heel belangrijk. Dat is toch leuk om je moeder extra keer een zonnetje te zetten en te zeggen dat je van haar houdt? Ja, het is wel leuk, maar ik vier het niet echt of zo. Het is niet echt dat het een speciale dag voor me is. Maar... Nee, okay. Heel stiekem is het wel leuk, hè? Ja, ja, ja. Want u zegt ook al morgen vroeg, hoop ik toch een heel klein... Tuurlijk. Hè? Ontbijtje op bed of iets moois gemaakt. Liefst. Ja. Misschien even tegen je moeder zeggen van, dag moeder, ik hou van je. Dag mams, love you. Dag mams, I love you. Hé hey ma, ik hou van je en een fijne vakantie en een leuke moederdag morgen. Hé hey mam, ik hou heel veel van jou en ik denk elke keer aan je, ook als het geen moederdag is. Bezoek Nijmegen is de Facebookpagina van N1 voor alle evenementen, uitgaanstips en leuke weetjes over regio Nijmegen. Like de pagina en blijf voortaan ook direct op de hoogte van onze tv-programma's Wat zegt het volk, N-events en Nimmanoise. Rico! Straks zien jullie mij op het foodtruckfestival Rollend Nijmegen dat dit weekend op de Waalkade plaatsvond. Maar eerst even het weekoverzicht met de hoogtepunten van het lokale nieuws van dag tot dag. Maandag werd een lijst bekendgemaakt met de beste terrassen in Nijmegen volgens lifestyle magazine Vogue. Onder meer De Meesterproef, De Hemel en Juliette worden hierin genoemd. Dinsdag werd bekend dat de Nijmegenaar de najaarskermis te duur vindt worden. Dit blijkt uit een peiling onder het stadspanel die de inkomsten zien teruglopen. In onze volgende uitzending hoor je ook wat de Nijmegenaar op straat over de najaarskermis te zeggen heeft. Woensdag maakte de Vierdaagse bekend dat vanaf dit jaar ook de 30 kilometer wandelaars in twee groepen zullen starten. Elke deelnemer zal 2 dagen vroeg starten en 2 dagen laat. Donderdag hoorde de Nijmeegse rolwinkel Secondhand dat zij in de toekomst geen subsidie meer van de gemeente zullen krijgen. Ze moeten nu op zoek naar een andere manier om de benodigde €40.000 bij elkaar te krijgen. Vrijdag werd bekend dat de Nijmeegse scholengroep Connexus de ouders van leerlingen heeft gevraagd om zelf voor de klas te komen staan. Reden hiervoor is het groeiende tekort aan leraren. Ook hierover hoor je in onze volgende uitzending wat de Nijmegenaren op straat ervan vinden. En afgelopen weekend speelde NSC uit tegen SC Heerenveen en won hierbij met 0-2. Ondanks deze overwinning zullen de Nijmegenaren toch nog in de nacompetitie moeten spelen voor het behoud van een plek in de Eredivisie. Aankomende donderdag en zondag zal NSC tegen FC Emmen moeten winnen om vervolgens nog te strijden tegen de winnaar van FC Volendam, NAC Breda. Kijk ook de aankomende week weer dagelijks op onze website voor al het nieuws uit de regio. Ga hiervoor naar n1.nl. In het weekend van 12 tot 14 mei was hier aan de Waalkade in Nijmegen het foodtruckfestival Rollend Nijmegen. En onder andere is er een foodtruck waar je de smaak van Texel kunt proeven. Texel on Wheels noemen ze zich. Nou, wat dit nou precies inhoudt en überhaupt hoe Texel smaakt, dat ga ik even voor jullie uitzoeken. En daarnaast wil ik weten wat alle mensen hier vinden van het evenement. We staan op Rollend Nijmegen en we hebben Texel on Wheels mee. Dus we hebben Texel in het klein. We hebben allemaal Texelse producten, mooie lokale producten. Mm-hmm. Bij ons dan lokaal en die willen we aan heel Nederland laten zien. Dus we hebben een zilte aardappelsalade. Zilte aardappels zijn geteeld op zilte grond. Mm-hmm. Dat is vrij revolutionair in Nederland, maar ook in de wereld. En dat gaat eigenlijk heel goed, dus daar maken we graag gebruik van. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Zo. Geniet ervan. Dankjewel. En die is heel goed. Mm. Maar wel erg lekker. Ja. Mm. Hey, even tussendoor voor de mensen thuis.
Jullie staan hier nu alleen dit weekend, maar ik neem aan dat jullie het overal zijn de hele week, komende weken. Waar gaan jullie heen allemaal? De komende week staan we ook nog in Leiden op een foodtruck festival. Mm-hmm. Binnenkort komt Sail 2017 in Den Helder, heel groot evenement. Daar doen we eigenlijk de totaal catering doen we daarvan. Dus daar valt ook weer heel veel Texel te proeven. Jullie doen de totale catering van Sail? Ja. Als Pelikaan Catering zijn we de hoofdaannemer voor Sail inderdaad. En mogen we eigenlijk het gehele food line-up van Sail mogen we voorzien. Hartstikke leuk om te doen. En nog lekker ook, als het goed is. Ja. Ik ben zo blij met mijn werk soms. Ja. Dat is ook heel lekker! Oh, mensen, echt. Serieus. Als je nou in Leiden bent of je bent binnenkort bij Sail of zo, kom deze jongens even opzoeken. Want dit is echt heel erg lekker. Het is ook volgens mij niet duur, weet ik niet. Ik betaal er niet voor natuurlijk. even een goede flinke hap hotdog. En dan heb je er wel een servetje bij nodig, denk ik. Mm. Oh. Dat hij mag smaken. Ik vind het wel grappig dat je een televisieprogramma maakt met je mond vol continu. Ongelooflijk dit. Ik hoef niet eens hetzelfde ding van zou zijn. Perfect. Oh man, waarom is het niet elke dag zo? Ja, tas toe. Jammer dat jullie niet hier zijn, hoor. Je had hierbij kunnen zijn, dan had je kunnen proeven hoe Texel smaakt. En Texel smaakt godverdomme goed, dat kan ik je zeggen. Het enige wat ik echt beter vind dan heel erg lekker eten, is heel erg lekker eten zonder dat je ervoor moet betalen. Dat is echt heel chill. Want het bezwaar wat ik persoonlijk heel vaak heb tegen dit soort festivals is dat je betaalt je helemaal blauw voor zo'n klein bakje eten. Dus voortaan, als je nou naar zo'n foodtruck festival gaat, zoals dit, zoals Rollen Nijmegen. Even de tip van Toon, neem een cameraploeg mee. En dan kan je jezelf gewoon overal binnenlullen. Dat is echt koud. Gewoon zorgen dat je een van de microfoons met een grote rode dopper op. En zeggen, hoi, we komen hier filmen. En dan krijg je allemaal eten, jongen. Dus ze gooien het echt met bakken naar je toe. Dat is ongelooflijk. Ik ga even het laatste stukje hotdog opeten. En dan gaan we even kijken of er ook nog wat oude hoeren valt hier. Maar wat mij betreft is de dag eigenlijk al compleet. Dankjewel. Ja, en van al dat lekkere gratis eten krijg je natuurlijk wel een beetje dorst. Dus Toon, als je nu slim bent, dan toon je ook even wat belangstelling aan de jongen van de cocktailkraam. Wat heb jij zoal? Ik verkoop cocktails. Uh-huh. En ik werk voor Springway en dat is Barsport. We hebben een eigen merk. Ja. Dat is Springway. Dus we hebben een soort van nieuw concept. En dat is Bar in Box. En dat wordt al alles al voorgemaakt en dan hoef je niet meer te shaken en dan is al alles al voorgemaakt. En we hebben ook heel interessant allemaal. Maar volgens mij is het jou maar om één ding te doen, Toon. Yes, dankjewel man. Ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Zie je wel. Een strawberry mojito. Een strawberry mojito, inderdaad. Hier staat hij. Ik ben benieuwd. Dat is ook heel lekker. Het is echt allemaal heel lekker hier. Oh. Oh. Is dit ook, is het wel echt met rum? Er zit gewoon wel alcohol in. Je kan ook nog gewoon poepzat worden hier als je wil. En als je heel veel munten hebt. Maar je kan ook zonder alcohol. Ja, maar dat is natuurlijk nergens voor nodig. Ja, voor. Ik bedoel, ik heb hem al zonder aardbei. Ik ga niet ook nog mijn alcohol opofferen, dan blijft er helemaal niks over. Waar wel een aardbei zit, aardbei bij zit, zijn de poffertjes in het kraampje ernaast. Maar ik gok dat Toon nu wel genoeg op heeft. Ironiseren om het feit dat je poffertjes hebt? Oh, toch niet. Ja. Lekker Hollands. Jij bent oer-Hollands poffertjes aanbakken. Ja, zeker. Wilt u straks ook een portie? Ik lust wel één poffertje in ieder geval. Als ik overal porties ga eten, dan. Ja, nou, het punt is, ik krijg van iedereen allemaal eten aangeboden. Dus je moet toch alles proberen? Ja.
Ja, oké. Okay. We gaan een portie poffertjes eten zo. Lekker. Wat? Dit is ook lang geleden dat ik dit gezien heb, joh. Ik merkte dat ik ook wel enigszins enthousiast werd toen ik het hier zojuist voorbij zag komen. Wat het gunstige is van poffertjes ten opzichte van pannenkoeken is dat ze echt heel snel klaar zijn. En nadeel? Ik vind ze ook lekkerder. Je vindt ze lekkerder? Ja, wat, zeker. Waarom? Ja, ik weet niet. Ja, het is gewoon zo. Niet omdat jij ze aan het verkopen bent nu? Nee. Niet daarom. Ja, dat ook natuurlijk, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Het zijn wel de allerlekkerste poffertjes die ooit gemaakt zijn hier. Dus ja. Kom jij er ook even bij, want jij bent degene die de poffertjes gaat proberen nu. Hi. Wie ben je? Ik ben Valentina. Valentina. Wat heeft jou gedreven hier tot het kopen van poffertjes? Nou ja, poffertjes, dat is gewoon altijd goed en altijd lekker, dus ja. Dat is een goed punt. Ik wil heel graag... Goed suiker erop en dan... Laat maar komen. Hier zijn je poffertjes. Dat is niet genoeg. Maar ja, ik wil. Probeer even één hapje. Ja, het is gewoon perfect, hè? Perfecte poffertjes. Perfecte poffertjes. Wilt u een aardbeien erbij? Poffertjes hoort een aardbei. Ik kan gewoon dezelfde grap twee keer maken, dat is ongelooflijk. Maar joh, ja, het is heel lastig eten. Het is heel lastig eten. Er zitten allemaal verschillende vlaggetjes en prikkertjes en dingetjes. Dan word je ook nog gefilmd, dus dan moet het een soort van netjes gaan. Het zijn hier inderdaad wel goede poffertjes. Oh, hey. Het is ook lang geleden dat ik poffertjes heb gegeten, man. Wat is het? 1920 of zo? Kom op. Ben je al dit ding echt komen fietsen hier naartoe? Ja, over de snelweg. Zag je dan? Ja, inderdaad. Ja. Ik hoorde al iets van iemand die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. We hadden wel wind mee, dus ja, dat gaat wel iets sneller. Ondertussen kan je poffertjes eten, dus... Dat is boffen, hè? Ja. Of moet ik zeggen, dat is boffertjes. Hey, maar Toon, ik snap dat al het eten hartstikke lekker is, maar we blijven natuurlijk wel wat zegt het volk. Dus wat zeggen de bezoekers nou eigenlijk van het festival? Jij dacht, ik ga naar een foodtruck festival met nadruk op food. Ja. En het eerste wat ik ga doen is bier halen en dan zien we wel weer verder. Ja, het begint met bier en daarna het eten. Hoe smaakt het? Heel goed. Heel goed? Ja, geweldig. Ja, heb je verder nog iets gegeten hier? Ja, rotti net. Oh nee, niet waar. Bara hebben we net al gedaan. En was dat wat? Ja, was wel oké. Dat was wel oké. Okay. Wie heeft besloten om een pizza Hawaii te bestellen? Ik ga Mira schotten. Mira. Ik vind het heerlijk. En heerlijk? Ja. Is dit het eerste wat jullie eten of hebben jullie meer gegeten? We hebben net ook een hamburger gegeten. Ja, een hamburger al direct naar huis. Dus jullie gaan naar een hip foodtruck festival. We staan toch gewoon friet met een hamburger te eten. Ja, het is gezellig hier. Wel een lekker hamburger, hè? Vandaar, hè? Dus een speciale hamburger. Wel een echte. Oké. Okay. En zijn er nog dingen waarvan jullie denken, dit wil ik nou echt nog even proberen voordat ik wegga? Ja, ik denk dat we hierna wel vol zetten. Oh, hierna is het klaar al. Ja. Nou, jullie zijn ook niet echt doorzetters. Nee maar we moeten ook nog aan de alcohol, hè? Moet ook nog. Ja, dat moet inderdaad. Ja. Dus waar, als je moet kiezen tussen eten of bier gaan drinken, dan is die keuze voor veel mensen wel snel gemaakt, natuurlijk. Want je hebt dus nog helemaal niks gegeten. Ja, we zijn er was net, hè? 2 uurtjes of zo, valt mee. Dus, maar dat komt zo wel. Jullie zijn 2 uur hier. Ja, valt mee. En je bent alleen nog maar bier aan het drinken. Ja, het is zo lekker. Het is geen drink truck festival, hè? Nee, het is een beetje allebei een beetje, toch? Ik wil er heel even... Pak even de handen. Heel even, ja, heel even... Nee, ik hoef hem niet zelf te proeven. Maar ik wil er heel even bij zijn als jullie je eerste hap nemen. Okay. Gewoon om even te zien of hij zo lekker is als ik hoop dat hij is. Voel je vooral niet opgedrongen, hè? Ik kom gewoon even... Hoi, jee. Ik heb de hamburger nog niet gehad. Ik zie dat de saxofoon ook heel lekker is. Ja, dat komt niet. Hij is lekker, hoor. Hij is goed.
Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk. Wil je nog op de hoogte blijven van het nieuws? Check gewoon elke dag even N1.nl of kijk onze evenementenpagina Bezoek Nijmegen op Facebook. Tot volgende week!